Voor wie van jullie was daarbij in Nieuwegein? En we hebben de politici toegeteld hoe ontzettend belangrijk die zorg is. We hebben ze laten horen dat wij het niet zullen pikken als dat wordt afgebroken. Veel van jullie waren in Den Haag op 6 april. Wie was daar? En toen stonden we op de lange voorhout. Nou, die was in dit geval te klein. We moesten nu naar Amsterdam, naar het Oosterpark. Er zijn nog weer meer mensen dan vorige keer. En we hebben hier ook... Aanstaande maandag debatteert de Tweede Kamer de hele dag over de plannen met de zorg. En wij gaan de Tweede Kamerleden op dat debat voorbereiden vandaag. Dat gaan jullie doen in die tenten die jullie daar allemaal zien staan. Met zo mooi die namen van de politieke partijen erboven. Dat gaan we dadelijk doen. Maar mensen, na 6 april is er iets gebeurd. Er ligt een zorgakkoord. Dat de zorg nog steeds voor een heel groot deel afbreekt. En jullie hebben gelijk, dat zorgakkoord, dat breekt de zorg nog steeds voor een groot deel af. En daarom staan we hier vandaag, weer met z'n allen, hebben we de Tweede Kamerleden uitgenodigd. Ze zijn er allemaal om naar jullie te luisteren, om met jullie in gesprek te gaan. Maar mensen, we zijn er dus nog niet. Met de thuiszorg hebben we door alle acties, door de actie op 6 april, binnengehaald dat het niet 75% geschrapt wordt, maar 40%. Voor de tweede helft. Want de tweede helft van onze wedstrijd die gaat vandaag beginnen. Ik had het zojuist over een boek. Een boek dat wij aan het schrijven zijn over deze campagne, over jullie acties, jullie campagne. En dat boek dat is pas voor de helft af. Maar wie er voorkomt in dat boek, en die zou ik nou graag op het podium willen vragen met haar collega's, dat is Betty uit Emmen. Dames en heren, Betty. Campagne aan het schrijven zijn. Dat boek dat komt na de zomer uit, maar wij wilden nu alvast een voorproefje geven aan jullie. En ik heb Betty gevraagd of zij wat uit haar boek, uit haar verhaal, wil voordragen. Betty, wil jij dat doen voor ons? Ja, dat wil ik heel graag doen. Op een dag vertelde hij me dat hij een nieuw pak had gekocht. Dat pak wil ik aan als ik overleden ben, vertelde hij. Ik zei, maar u kunt het pak toch ook dragen als het feest is? Dat vond hij een goed idee. Op een gegeven moment kreeg hij problemen met zijn darmen. Er moest meer hulp komen. Dat lukte niet in mijn contract. Dus hij kreeg een andere hulp. Hij belde me prompt op. Betty, die nieuwe hulp, staat alleen maar te roken. Hij heeft de planner gebeld met een mededeling dat hij alleen maar mij wilde als hulp en niemand anders. Na 2 maanden kon ik weer voor meneer gaan werken. Ik kwam het huis binnen, hij had zijn mooie nieuwe pak aan. Heeft u een feestje vandaag, vroeg ik. Nee, zei hij, maar jij bent er weer. Hij had het pak aangetrokken om te vieren dat ik weer terug was.
van de vele verhalen die wij gebundeld hebben in dat boek. En het voorproefje van dat boek, een brochure, die ligt straks voor jullie allemaal klaar als je naar huis gaat. Dus die krijgen jullie allemaal eentje mee. Dames en heren. Ik wil graag nu jullie aandacht vragen voor, en dat is wel bijzonder, voor het eerst, de eerst gekozen FNV-voorzitter rechtstreeks door de leden. Sinds 15 mei officieel de voorzitter van de FNV. Dames en heren, mag ik een applaus voor Ton Eerts. Wij willen graag eigenlijk met z'n vieren aan jou symbolisch dat eerste brochure verhalenbundel overhandigen. In de hoop dat jij er natuurlijk ook mee op pad gaat in Den Haag, overal waar jij komt, met de werkgevers die je spreekt, met de ministers die je spreekt, om daar overal ons verhaal te vertellen. Ton, mag ik jou het woord geven? Je mag daar ook zijn. En dat je dit nou doet! Roemer van president! Verrader! Verrader! Klotzak! Verrader! 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 Welkom op deze demonstratie en deze actie. Die is belangrijk. Die is belangrijk omdat jullie belangrijk zijn. Ja, geloof het maar mee. Ieder mens wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen. En in Nederland kan dat ook. Dankzij de thuiszorg. Die zorg nodig hebben en ook verdient. De zorg is geen kostenpost,
De zorg is wat we er samen in ons land allemaal voor over hebben. En jullie hebben een ongelooflijk groot hart voor de zorg. Doe dat maar eens na in Emmen een hele nacht doorhalen voor de thuiszorg, voor de mensen in de buitenlucht. Daar heb ik met jullie allemaal heel veel respect voor. En daarvoor politici hier. Politici tegen die politici zeg ik, luister vooral straks in de tent. Luister en lees. En lees ook vooral het pamflet en het boek wat jullie zo dadelijk krijgen. En ga hier op deze zonnige dag in Amsterdam met in gesprek met de thuiszorg. Zoals jullie hier rondlopen. Zet je oren open. Maar zet vooral je hart open. En zorg ervoor dat deze handen hun belangrijke werk blijven doen. Die mensen hebben het eerder gezegd. Wat jullie nodig hebben is gezien worden. Waar jullie recht op hebben is waardering.